Hallo, welkom bij de workshop tekenles van de maand april. En deze maand doen we het meisje met de parel. Zoals ik al zei, we kunnen hem als kalender doen en je kan hem gewoon als tekening maken. De kalender is op A4 en de tekening is deze keer op A3. Leek me wel heel erg leuk als je er een mooie tekening van maakt. Een lijstje eromheen. En dan heb je gelijk een mooie poster. Ik ga hem als tekenles op de maand april maken. Maar het werkt in principe eigenlijk hetzelfde. Het enige wat anders is. Dat is dat je bij de maandtekening, bij de kalendertekening, gebruik je een kleine doezelaar. En bij de grote tekening gebruik je de grote doezelaar. Dus dat is eigenlijk het enige verschil. En voor de rest blijft alles hetzelfde. Nou, voor degene die voor het eerst meedoen. Misschien is het handig om de vorige tekenvideo's te bekijken. Daar staan al heel veel tips in. Zoals je ziet zijn de grote lijnen zijn al afgedrukt. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker. En we leren eigenlijk tijdens de lessen van de kalendermaanden. Leren we vooral licht en schaduw. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste les die we leren. Daarbuitenom doe ik andere tekenlessen en daar dan krijg je meer tips en ins en outs. Maar voor de maand april, omdat iedereen daar, ik wil gewoon iedereen de kans geven om daarin mee te doen. En het, ook om het gewoon leuk te houden voor iedereen, heb ik ervoor gekozen om allemaal lijntekeningen te maken en die dan in te tekenen en dan vooral met licht en schaduw te werken. Het kan zijn dat je af en toe denkt dat het wat onduidelijk is, maar dat komt denk ik door het licht en door de houding hoe het papier ligt. Dus, maar ik beweeg hem natuurlijk ook af en toe, dus hij zal af en toe iets onduidelijker zijn, maar ik laat hem elke keer wel even zien. Nu ben ik zelf vergeten om mijn voorbeeld er even bij te pakken. Dus die zal ik even erbij halen. Nou, dan beginnen we eigenlijk met We beginnen altijd aan de linkerkant, zodat we daar niet met onze hand doorin kunnen vegen. Dus we beginnen heel licht, want het licht komt ook vanaf die kant. En de schaduw zit vooral aan deze kant, dus dat komt nu wel heel mooi uit. Dus eigenlijk gaan we bijvoorbeeld het gezicht, gaan we eigenlijk bijna niet op tekenen. Gaan we alleen straks met de doezelaar doen. Tenminste aan de lichte kanten waar het licht opvalt. En dan gaan we dus alleen de schaduwkanten gaan we doen. Nou, hier onder de doek, daar zit iets schaduw. Dus daar gaan we heel licht intekenen. En dat werken we straks met de doezelaar, werken we dat verder uit. En hier bij het oog. Oh, ik vergeet trouwens te zeggen welke potlood ik gebruik. Ik zie dat ik hier de 6B heb. Nou, dat is best wel een zachte potlood. Even kijken wat ik hier nog meer heb. De 2B. Nou, ik blijf met de 6B werken. En straks heb ik nog de 1H. Maakt in principe niet zo heel veel uit of het nou 1, 2 of 3 is. En van de B maakt het ook niet uit of je nou 4, 5, 6 of 7 hebt. Als je wat meer tekent, dan ga je daar wel verschil tussen voelen. Maar ik gebruik nu dus deze. Een mooi zacht potlood dat we straks mooi uit kunnen doezelen. Dus ik doe een klein beetje
schaduw hier in de hooghoek en een beetje schaduw onder het oog. Het is echt maar heel weinig. En dan ga ik gelijk het oog intekenen. En dan zie je hier een heel klein rondje. Die mag je echt heel donker doen. Niet helemaal dicht maken. Dat kan er nog, want er valt nog licht op. En dan gaan we de oog zelf gaan we ook mooi donker maken. Maar niet zo donker als de pupil. Maar wel donker. En dan zie je nog een heel klein rondje zitten en die laat je ook open. Dat is waar het licht op valt. En hier gaan we straks met de doezelaar gaan we dat verder bewerken. Nou, dan zie je als het ware over de lijn vanaf de... Dit ooglid zie je eigenlijk een schaduw over de, valt er een schaduw over de hele neus. Zo, dus dit wordt helemaal donker en dit blijft licht. En dan zie je hier een lijntje en ook daar is echt weer schaduw. Dus dan gaan we stap voor stap gaan we dat doen. Ik zit wel een beetje in een... rare houding. Ik zit net. Ik wil natuurlijk dat het mooi op de video staat. Dus ik zit er echt heel schuin voor. Maar dat maakt niet uit. Maar af en toe dan draai ik hem dus wel even recht. Zodat ik straks geen scheve tekening heb. Dat zal de bedoeling niet zijn. En als je nog ergens mee bezig zit en je bent nog niet zo ver, druk de video gewoon op stop. En dan ga je lekker in je eigen tempo, ga je verder. En ik zei net al, aan deze kant van het gezicht zit de donkere schaduw en het licht komt vanaf die kant. Dus alles wat aan deze kant is, daar valt het licht op, dat is licht. En wat aan deze kant zit, daar zit de schaduw. Dus ook de neusvleugel, die is mooi donker. Want er komt bijna geen licht komt daarbij. En dan gaan we straks met de doezelaar gaan we dat mooi bijwerken. Ook onder de neus. Hier zie je nog een heel klein stukje van de neusgat. Dat mag donker. En dan ook onder de neus, daar zit schaduw. En het loopt eigenlijk bijna tot op de lip aan toe. We maken niet alles gelijk zo donker dat als we een fout maken dat je het niet meer kan herstellen. We doen dit gedeelte eigenlijk eerst een beetje licht en dan straks met de doezelaar. En dan kijken we waar nog extra schaduw moet komen. Hier mag ook een donker randje. Dat is van de wimpers. En ook in dit pupil zie je weer rondjes zitten. Eén voor een donker vlekje en het ander voor licht. Hier zitten twee lichte plekjes in. Eén links en één rechts.
even laten zien. Als je dat gedaan hebt en je doet dat goed, dan zie je gelijk dat de ogen een levendige uitdrukking krijgen. Sorry. En dan gaan we gelijk verder met de lip. De kant van de lip wat naar binnen valt, dus zeg maar een beetje de binnenkant van de lip, die doe je donker, want dat valt naar binnen toe. Dus er valt eigenlijk weinig tot geen licht valt erop. En dan straks met de douchelaar dan gaan we naar buiten toe. Als je de tanden wil maken, dat is echt heel minimaal. Dit halen we straks eigenlijk weer weg. Want je laat geen spierwitte tanden zien. Want er zit zoveel schaduw in die mond. Dat je eigenlijk maar een heel klein stukje tand ziet. Dan heb je onder de lip. De echt wat helemaal naar onderen valt. Daar komt ook een beetje schaduw. En dan onder de lip. Krijg je de kin. Daar zit dan ook weer schaduw. En dan gaat hij heel geleidelijk in elkaar over. Dus dat doen we straks met de douzelaar. Maak je eigenlijk die overgang. Nou, en dan bij het meisje met de parel. Die staat er eigenlijk. Eigenlijk staat dit schilderij er ook onbekend. Dat deze kant van het gezicht echt heel erg donker is. Dat echt in de schaduw zit. Dus dat gaan we ook echt, echt doen. Eerst die rand nog een beetje donkerder maken. En dan is het niet zo dat er een scherpe lijn in zit, maar ook dat loopt mooi over. Maar het zit wel ongeveer waar de lijn getekend is. En het oog, dat valt ook helemaal in de schaduw. Eigenlijk komt het nu nog niet zo heel krek, want straks ga je toch met de douzelaar ga je het helemaal uitpoetsen, om het zo maar te zeggen. Ga niet krassen met je potlood, maar probeer echt zachte lijnen te maken. Ik maak als het ware maak ik geen streepjes, maar ik maak ovalen rondjes, zeg maar. Dus het lijken streepjes, maar even overdreven doe ik dit. Alleen dan heel vlak op elkaar. Dan die lijntjes die in de oor zitten, die mogen echt donker. Die zie je al bijna niet, zo donker is dit stukje. En dan kun je gewoon overheen. En de achterkant van het oorlelletje, die mag echt nog wel weer donkerder. Nou, we gaan nu tussendoor even doezelen. Dan krijgen we een beetje een idee hoe het allemaal wordt. Dan kunnen we eventueel ook gelijk het gezicht bijwerken. Want als we straks dit gedaan hebben en je gaat er dan met je hand doorheen, dan wordt het er niet mooier op.
Nee, nu zie je al als je dit doet, dat je gelijk echt de diepte erin krijgt. En dat maakt dit tekenen zo leuk. Dat je eigenlijk gelijk resultaat ziet. Soms kan echt één streepje, dan denk je nou één streepje, maar soms kan echt één streepje, dat kan echt al heel veel verschil maken. Dan hebben we het de neus gedaan. En dan zie je gelijk al dat die neus echt naar voren komt. En nu wil ik dit stuk wil ik echt nog donkerder hebben. Dus dan ga ik nog een keer overheen en probeer echt niet te krassen. Dan ga je heel voorzichtig met je vinger over die rand heen. En dan krijg je gelijk echt een mooie, zachte overgang. Het wordt echt heel natuurlijk. Nou, met de nek gaan we verder. Nou, hier voorop valt eigenlijk het licht. Alleen net onder de kin valt schaduw van de kin zelf. Dus die rand maken we donker. Zit ik nog in beeld? Ja. Heel netjes om de parel heen werken.
En achter de parel is het bijna zwart, zo donker is het daar. En dat geldt eigenlijk voor deze hele hoek. Achter het oor. Ik heb de kraag niet doorgetrokken, zie ik. Dan zal ik het even voordoen. Die kraag die hoort, die gaat hier een beetje de lucht in. Zo. En hier verdwijnt hij als het ware in het donker. Nu lijkt het best wel een beetje raar, maar straks wordt dit ook allemaal schaduw. Dus daar valt het niet meer op. Mag nog iets donkerder onder de kin. Zo, nu steekt die kinder mooi uit. Nog even mooi glad maken. Voor degene die op de A3 bezig zijn, dat duurt natuurlijk veel langer. Dus gewoon af en toe even stoppen, hè, als het te snel gaat. Ik doe even de ooghoeken van de ogen. Die mogen niet spierwit zijn. Dus die maak ik even een klein beetje vies met mijn doezelaar als het ware. En doe ik gelijk de onderkant. Ik wil hem nog iets donkerder hebben. Dan gaan we met de parel gaan we bezig. En dan ook de achterkant van de parel, die gaat eigenlijk op in de achtergrond. Zo donker is die. En dan gaat die heel geleidelijk aan, gaat die over naar wat lichter. Je ziet eigenlijk een soort randje, want je ziet toch wel dat het er afsteekt. En dan dat witte vlakje wat erin zit, dat is echt waar het licht echt op valt. Dus je gaat echt van wit, licht en dan ga je naar donker.
Dan gaan we nu gelijk verder met de kraag, want we zitten toch in die hoek bezig. De voorkant van de kraag is licht. Daar heb je alleen wat schaduw. En dan de kraag, die loopt naar achteren toe. En dan zie je eigenlijk, als je de kaaklijn hebt en je trekt je potlood rechtdoor, dan is er een schaduwlijn. Hoef je niet helemaal kaarsrecht, maar dan is vanaf deze kant wordt die donkerder. Dus vanaf de kaaklijn trek je streep rechtdoor en dan vanaf die kant ga je donkerdere schaduw maken. En dan begin je met licht en je gaat steeds donkerder werken naar de achtergrond toe. En die achtergrond, of de achterkant van de kraag, die gaat eigenlijk weer op in de achtergrond. Dus die zie je eigenlijk niet meer. Ik kom erachter dat ik op een kraakstoel zit. Dus als jullie wat horen kraken, dat is mijn stoel. Dan zit er op de kraag, zit natuurlijk, die is wit, maar er zit wel iets van schaduw. En dat is net als met de nek, ook op de nek zit er wel iets schaduw. Niet veel, of niet veel licht, maar er zit wel licht op. Hier aan de onderkant wat schaduw. Het onderste randje van de kraag, zeg maar. En het is niet zozeer dat we dat dan echt grijs tekenen, maar gewoon dat het niet meer helemaal wit is. En dan kun je ook even met je vinger eroverheen. Ik zal even een gummetje pakken. Die hebben jullie ook, een stukje kneedgum. Dan pak ik even een klein stukje vanaf. Wacht even dat je een puntje krijgt. En dan ga je even mee aan de onderkant van de oorbel ga je er heel voorzichtig overheen. Want de kraag die is wit en die reflecteert weer in de oorbel. Dus het is niet echt dat net als het witte vlekje wat je hier ziet, maar het is wel lichter als de rest van de oorbel. Ik zal het zo even laten zien. En zo ziet het eruit. Nou, gaan we verder met de jas. Ik ga hem er even recht leggen. En dan is ook de achterkant van de jas is eigenlijk helemaal donker. Maar we beginnen dus aan deze kant, zodat we straks niet met de hand eroverheen gaan. En dan is er aan de voorkant is er ook iets schaduw. En bovenop valt eigenlijk het licht. Maar door het allemaal plooien zijn, krijg je wel heel veel verschil tussen licht en donker.
eerste rand onder de kraag. Dan krijgen we hetzelfde als wat we hier gedaan hebben. Bij het hoofd en onder de kin. Dat zorgt er dus voor dat je dat mooie 3D effect krijgt. Dus ook onder de kraag. Altijd als er als dit de bovenlaag is. En altijd als daar iets onder valt. Dan zie je altijd een schaduw. Zie je de schaduw onder mijn vingers? Er is altijd schaduw. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het net lijken of mijn vingers in elkaar geplakt waren als het ware. Maar doordat je schaduw hebt, dan zie je dat mijn ene hand bovenop de andere hand ligt. En dat is ook zo met de kraag. Als je hier nu schaduw onder maakt, dan zie je dat de kraag over de jas heen zit. Dat is het leuke met kleding, als je met stoffen werkt om dat te tekenen. Dan kun je heel mooi dat 3D erin krijgen, heel mooi de diepte. Zodat je duidelijk ziet welke laag er over welke laag heen zit. En dan zie je straks met die doek zie je dat ook echt heel mooi. Of ik vind dat zelf tenminste heel mooi. Ik hoop van jullie ook. En die gaan we straks doen. We blijven eerst hier even in de lijnen. De lijnen mogen allemaal best wel wat donker aangezet worden. Want dat zijn de diepere plooien. En de voorkant, daar zit hier ook wat schaduw. Dus niet veel, maar het is er wel. En dan zetten we eigenlijk de strepen die je allemaal ziet. Die zetten we allemaal wat dikker aan. Hoeft niet zo heel netjes, want dan gaan we straks toch uitdoezelen en bijwerken. En dan de binnenkant van deze lijnen die je ziet. Oh, ik zal hem even goed leggen. De binnenkant van deze twee rondige lijnen, die mogen heel donker. Want dat is de binnenkant van een plooi. Dus ik begin echt heel donker aan de binnenkant. En dan straks ga ik naar de lijnen toe, ga ik lichter werken. Dus je ziet dat ik dit echt mooi donker heb. En dan ga ik er met lichter ga ik er overheen. Maar eigenlijk hoeft dat niet per se, want dat kun je straks ook met je doezelaar doen. Maar dan heb je wel gelijk even een idee hoe het kan. Het hoeft niet netjes. En dan vanaf hier ook weer een dikke lijn. En vanaf daar wordt het eigenlijk allemaal veel donkerder. Maar eerst dus deze lijn. Ik ga het eerst zo doen. Ik ga het nu met mijn doezelaar eroverheen. Ook over de dikke lijnen. Die onder het kraagje zit, die lijn.
En nu begin je al mooi verschil tussen het licht en het donker te zien. En dan straks met de gum, dan maken we ook nog weer even lichtere plekken. Pakken we weer een klein stukje gum. En dan maak je een beetje een rondje. Niet heel precies. Gewoon een beetje een rondje. En dan ga je een beetje dippen. Net als bij de eerste les met de sneeuwpap. Want dan wordt alles toch een beetje... alles bedek je eigenlijk met je potlood. Maar als je dan gewoon met een gum gaat gummen, dan krijg je natuurlijk witte vlekken. Maar als je gewoon een beetje een slordig rondje maakt en je gaat een beetje deppen, dan krijg je lichtpunten erop. Maar toch op een hele natuurlijke manier. En dat willen we natuurlijk ook met de stof, wil je dat. Je moet elke keer wel een schoon stukje pakken. Want die gum die haalt natuurlijk het grafiet van de potlood eraf. Dus dat wordt gelijk weer vies. Dus je pakt elke keer even een klein nieuw stukje. Je draait als het ware je gum. Dan ga ik nu met echt met donkere gedeelte. Misschien nog even donkerder. En doen we dit, doen we gewoon donker. En dat mag je gewoon helemaal doen, want hier hoeven we straks maar een heel klein stukje licht uit te halen, zeg maar. Dus dat doen we dan met de gum. Nope.